De game van 2020 is Pokémon Gone. Yo Nintendo fanpies, wil je ook in de Rikachu Army en wil je ook meme-pies insturen? Join de Discord en abonneer op dit YouTube kanaal. Het draait hier allemaal om Nintendo, meestal spelen we games, maar vandaag de beste meme-pies van de Rikachu Army vanuit de Discord. En wat hebben jullie een leuke meme-pies ingestuurd allemaal. Ik moet even hier gaan zitten, want er komen straks hier de meme-pies. En de eerste, ja hoor, daar is hij weer. Buke, blijf maar meme-pies insturen. When you see that a potted plant made it into Smash Bros. And you didn't. Hey, Waluigi is echt sad. En de Nintendo community is ook sad. Waarom is Waluigi niet speelbaar in Smash? Serieus, Piranha Plant is speelbaar. Is trouwens wel echt een dope character. Maar Waluigi... Waluigi. Nog steeds niet. Ja, Waluigi is sad. Oké, de volgende. Wanneer je je klein teen stoot aan de rand van de trap. Game over. Start met huilen, voet amputeren. Serieus, waarom doet dat zoveel pijn? Op een schaal van 1 tot 10. Hoeveel pijn doet het als je je kleine teen stoot? Het is raar, hè? Het is zo'n klein dingetje. Nou ja... Misschien zo klein. Dit is wel een beetje overdreven, Rick. Ja, ik snap het als je wil amputeren. Maar ik denk wel dat het een beetje lastig loopt hoor, als je je teen amputeert. Ik kan toch adviseren, amputeer geen teentjes. Only someone stupid would fall for that. Nintendo Direct, Nintendo fans. Het is wel echt zo dat Nintendo fans elk klein hintje aangrijpen om te zeggen van... Wojo, dit gaat gebeuren. Wow, Nintendo Direct. Iemand heeft gezegd dat Cyberpunk naar de Nintendo Switch gaat komen. En dan is dat gelijk waar. En nee, nee. Het is pas waar als Nintendo het zelf zegt. Dan pas is iets waar, jongens. En ja, ik ben ook soms zo'n goudvisje. Maar het is wel minder geworden in de loop van de jaren. Hé, wat is dit? Filmpie. Here we go. Congratulations. Ja man, ja, ik voel deze wel. Ik voel deze wel. Ik moet je ook zeggen dat ik Rillaboom best wel random vond. Dat hij opeens van die drumstellen heeft. Er zijn best wel weinig Pokémon die een accessoire hebben die losstaat van de Pokémon zelf. Die drumstellen, die zitten niet aan Rillaboom vast of zo. Maar die horen wel bij die Pokémon. Ik vind het ook een beetje vreemd. Maar Rillaboom is wel gewoon vet. Rillaconga of Congaboom. Are we gonna have a problem? Ja, je kan wel alles maken van die Wiimote, hè. Dat was ook een beetje het idee, volgens mij, van die nunchuk en die Wiimote. Maar, hey, ik weet niet. Misschien neem je deze mee naar de gevangenis of zo, als je daar moet zitten in de gevangenis. Dan zijn er van die gevangenen die zeggen, nee, ik ben gewoon een Nintendo-fan. Ik wil gewoon op mijn kamertje, op mijn gevangeniskamer, in mijn cel, wil ik gewoon Wii spelen. Hey, laat me met rust. En vervolgens nemen ze dit mee. En dat is niet oké, okay, vriend. Wil geen mensen zien. Oh, deze Sneasel. Ja, in Pokémon Sword rennen Sneasels altijd keihard achter je aan. Als ik op iets anders aan het jagen ben in de Wild Area en Sneasel komt achter me aan. Freaking Sneasels vallen me altijd lastig. When you beat Bowser for the fifth time, I can show you another castle. Ja, heel nice. Achtergrondje van Aladdin en Jasmine. Ja, deze is nice. Odyssey players will understand. Kijk of ik deze snap. Een springtouw en een ballon. Ja, 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 ja. In de game moet je dus, weet ik veel, 100 keer of zo, of misschien wel vaker, springtouwen voor de laatste star in die challenge. Of bij het volleyballen, bij het beachvolleyballen, de bal over en weer slaan. En ja, dat kost best wel even wat moeite. Maar ik heb geloof in jullie. Jullie kunnen het. Als ik het heb gehaald, dan kunnen jullie het zeker, vrienden. Maar deze meme is wel inderdaad voor next level meme-pies. Ik mocht trouwens geen memerijen zeggen van jullie. Want het is memerijen. Maar ik zeg lekker memerijen. We gaan lekker op memes rijden. A whole new speed of heroes. Sonic the Hedgehog. Yo, is dit Sonic the Fat Hog of zo? Hij ziet er ook smerig uit, man. Wat heeft hij hier op zijn buik? Wat zit daar? Wat een gore Sonic is dit, zeg. Oh, we zien hier een plaatje van Gigantamax. Hoe heet die ook alweer? Intellion. En dan een kat vanuit zijn kattenpaal. Ah, deze is nice. Ah, ik voel de Pokémon Gun memes nu al komen, hè. Weten dat die ook gaan komen? Serieus, ik had nog niet gekeken, hè. Want ik wil zeg maar niet de memes bekijken voordat ik de video maak. Anders is het een spontane dag. Maar, yep, Pokémon Sword, Grookey, Pokémon Shield,
Scary Sobble. En Pokémon Gun. Scorbunny. Als een Zorro. Wat? Het is eindelijk real, jongens. Pokémon Gun. Confirmed. Trouwens, toffe art, man, dit. Holy shit. PlayStation State of Play. Iedereen verveelt zich. En is een of andere vage zangeres. Die ongetwijfeld knijtervals zal hebben gezongen. In Nintendo Direct. Ja, ja. Ariana Grande. En Bill Clinton, die heeft het wel naar zijn zin. Ja, die PlayStation State of Plays gaan nergens over. Als je het nou op die manier doet, kondig dan toffe games aan. En kom niet met alleen maar indie scheid. Dat doet Nintendo supergoed. Die hebben de Indie Direct, waarin het duidelijk is dat daar indie games komen. Ze hebben een Pokémon Direct, een Smash Direct. Iedereen weet wat ze kunnen verwachten. En in de Nintendo Direct komt kwaliteit. En State of Play... Dat is wel zo. Ik heb nog nooit een goede PlayStation State of Play gezien. Sorry. There is no Easter Bunny. There is no Tooth Fairy. And there is no Nintendo Direct. Waar blijft die? Waar blijft de Nintendo Direct? We hebben nu een Pokémon Direct gehad. We krijgen een Smash Direct. Of als je deze video kijkt, dan is die dus in deze week geweest. Waar is de Nintendo Direct? Komt die dan aankomende week? Het moet toch zo langzamerhand wel. Ik wil weten, Nintendo, wat zijn jullie van plan? Isle of Armor. De DLC voor Pokémon Sword. Let me in, Isle of Armor. Let me in. Ja, nog even geduld, jongens. Nog een paar maandjes geduld. En dan pakken we Pokémon Sword, de Isle of Armor. Natuurlijk keihard op. Die gaan we spelen op dit kanaal. Ik ben super hyped met al die nieuwe Pokémon. Al die nieuwe Galarian Forms. Alle freaking legendaries komen naar Pokémon Sword. Sword moet ik zeggen. Ik mag geen sword zeggen. Me doing all the damage in raids. De raid CPU's. Ja, ik weet niet of jullie raids hebben gedaan in Pokémon Sword & Shield en dat wel eens met CPU's heb geprobeerd. Soms krijg je letterlijk een Magikarp, een Eevee en een Caterpie. Ja, dat gaat niet echt lukken in een 5-star raid. Je moet het echt even met vrienden doen. Ik voel deze meme. Ik voel deze meme. Deze meme doet ook een klein beetje pijn, want ik heb me ook zo gevoeld. Die katten zijn trouwens wel vet. This onion won't make me cry. Dat is al een challenge. Niet huilen als je uien snijdt. Waluigi still is in this smash. Ja, nee, Waluigi is gewoon sad. Misschien ooit. Misschien in DLC pack 2 voor Smash. Maar ik denk het niet. Oh, oké. Dit wordt een erger. Xbox, PlayStation en Steam zijn goed online. Maar ze hebben geen ongecensoreerde anime. En Nintendo heeft dus geen goed online. Maar heeft dat anime deeltje wel. Pretty accurate. Al moet ik zeggen, Pokémon Sword & Shield is de online dikke prima. Maar daar is nog wel ruimte voor verbetering, Nintendo. En trouwens, ik vind PlayStation ook niet altijd even goed online, hoor. Heb je daar wel eens een spelletje gedownload? Gaat helemaal nergens over. Zit je gewoon 3 uur te wachten. En ja. Ik heb goed internet. Mijn internet is... Maar op de PlayStation op een of andere manier niet. Me trying to play Smash Bros. My Joy-Cons. Gaan alle kanten op. Ja, nee, in Smash is dat een probleem. Maar eigenlijk in Mario Kart denk ik nog veel erger. Als je Joy-Cons opeens gaan driften in Mario Kart... Nee, dan vlieg je echt keihard van de baan. Gaat nergens over. Gelukkig heb ik er nog niet zo heel veel last van gehad. Ik speel sowieso altijd met de pro-controller. Dus dat is denk ik de oplossing. Kirby leert ons even een les. We should take time to appreciate and respect the game companies that give us free DLC. Oftewel, laten we even een momentje stilstaan bij alle bedrijven die ons gratis DLC geven. Who are you? I'm you. But Disney partially owns me. Disney maakt alles kleurrijk en overdreven. Kijk dat haar van die guy. Wie is toffer? Die linker guy of die rechter guy? Ik vind zelf die linker guy toffer. Maar ik hou ook wel van Disney, moet ik eerlijk toegeven. Disney is wel baas. Maar ze weten dingen altijd wel een beetje te overdrijven. Ja, dat klopt. My girlfriend said she needed time and space. So I gave her Dialga en Palkia. Ja, deze ken ik. Deze is nice. Ik denk, als je een vriendin hebt die dit snapt en hierom kan lachen, dan heb je de beste vriendin van de wereld en dan moet je gewoon gelijk trouwen. Want daar zijn er denk ik maar weinig van. De game van 2020 is Pokémon Gun. Zo, trouwens, dit is ook wel weer vette artwork. Wie dit maakt, jongen, dit is echt nice. Ik zal even alles uit de weg ruimen. Dit gaat niet gebeuren. Dit is te violent voor Nintendo. Maar. Het is een mooi meme-pie. Het is een mooie artwork. En het is op zich logisch. Zwaard, schild, pistool. Of misschien boog. Boog kan nog. Pijl en boog. Dat is iets vriendelijker of zo. Pokémon Gun gaat niet gebeuren, jongens. Want we hebben DLC voor Pokémon Sword & Shield. En ik vind de DLC prima. Ik vind het echt waard. Allemaal nieuwe Pokémon. Ik heb er zin in. Dit was de laatste meme van vandaag. Wil je ook meme-pies insturen? Join de Discord server. Ga naar de Nintendo meme-kamer. En misschien kom je ook lekker in zo'n video met je meme-pie. Ik bedank jullie voor het kijken. Doe een blauw duimpje omhoog voor Nintendo-video's. Abonneer dit kanaal. Ik kan met...
Abonneer op dit kanaal als je meer Nintendo video's wil zien. En wil je mijn live zien gamen? Volg me op twitch.tv/RickandTube. En dan zie ik je bij de volgende video. Of op Twitch. Mazzel!